De Baloise Belgium Tour start in Borne met een proloog over een kleine 7 kilometer. De eerste die een richttijd kan neerzetten is de Zwitser Martin Elmiger. Hij rijdt de proloog in 8 minuten en 4 seconden. De decibelmeter gaat fors de hoogte in wanneer Tom Boonen op het starttoneel verschijnt. De publiekstrekker en kanshebber op de eindzege zit duidelijk met een prettig gevoel op de fiets. Toch komt hij niet in de buurt van de toptijd van Elmiger. Boonen moet 18 seconden prijsgeven. Dan is het een hele tijd wachten vooraleer iemand in de buurt komt van Martin Elmigers chrono. Misschien kan deze Matthias Brendle wel iets forceren. U kent de man allicht van zijn succesvolle poging op het werelduurrecord in oktober van vorig jaar. Ondertussen is hij het wereldrecord alweer kwijtgespeeld, maar de Oostenrijker bewijst dat hij een stevig stukje tegen de klok kan fietsen. Aan het tussenpunt zit hij al 5 seconden onder de bestijd van Elmiger. De Oostenrijker duwt nog even door in het tweede deel en duikt maar liefst 9 seconden onder de tijd van Elmiger. 7 minuten en 54 seconden is de nieuwe bestijd. Dan is het de beurt aan Wout van Aert. De jonge crosser die de vorige winter kleur gaf, wil graag laten zien dat hij meer kan dan alleen baggeren door de modder. En Van Aert gaat snel van start. Bij het tussenpunt komt hij door als derde. Hij houdt ook stand in het tweede deel en finisht uiteindelijk op 23 seconden van Brendle. Opnieuw een mooi moment in Borne wanneer Greg Van Avermaat zijn opwachting maakt. Van Avermaat is een van de favorieten voor de eindzege in deze Baloise Belgium Tour. De BMC-renner weet dat hij meteen op de afspraak moet zijn tijdens deze proloog. Hij geeft alles en finisht knap als derde op 10 seconden van Brendle. Deze tijd geeft zeker perspectieven voor het vervolg van deze Baloise Belgium Tour. Het gevaar komt plots uit een onverwachte hoek. Gaëtan Bille verrast vriend en vijand door heel dicht bij de tijd van Brendle te komen. Uiteindelijk moet de renner van Verandas Willems slechts 8 seconden toegeven op Brendle, goed voor een voorlopig tweede plaats. Ook Mathieu van der Poel zet zijn klassementsambities kracht bij door goed te presteren tijdens deze proloog. Hij eindigt op 21 seconden van de Oostenrijker. De enige die Brendle dan nog van de troon kan stoten is de Australiër Rowan Dennis. Het was ook uitgerekend Dennis die Brendle enkele maanden geleden het werelduurrecord ontnam. Dennis start ijzersterk. Bij het tussenpunt duikt hij 1,5 seconde onder de bestijd van Brendle. Maar Dennis is allicht iets te voortvarend gestart, want hij zakt wat weg in het tweede deel van de proloog en moet met 2 seconden de duimen leggen voor Brendle. De Oostenrijker is meteen ook de eerste leider in deze Baloise Belgium Tour. Met het cadeau vanwege de gemeente Bornem.